In Mazeik was het ook niet goed. Heb je daar al een verklaring voor die twee wedstrijden waar het plotseling zoveel minder gaat? In Mazeik was het redelijk duidelijk dat Mazeik zelf wel de winnaar van de match was. Ze hebben heel goed gespeeld daar. Die speelden ook echt een goede tweede deel van de play-offs. Vandaag moest het gaan gebeuren. Ik was niet op hun best, maar wij zeker ook niet. En wat weet je dat dan? Is dat de stress voor dat ene punt? Oh, ik weet het niet wat we daar kunnen weten. Ik denk dat we dat straks in de kleedkamer wel wat gaan bespreken van wat het probleem is. Ik denk dat er weer meer beleving nodig is om dergelijke wedstrijden af te werken. Het is een lang seizoen, veel wedstrijden, maar het is voor iedereen gelijk. En ook wij moeten onder die omstandigheden ook goed presteren. Waar maakte Lennik vandaag het verschil? Foutenlast. We hebben heel veel fouten gemaakt ook. En zij konden in iedere situatie wel redelijk controleren. Ook in defense wel ballen gepakt en kunnen afwerken. Wat bij ons wel een beetje het probleem is om in die lange rallies de bovenhand te nemen. Dat is altijd wel een ongelukkige, stom feit. En dat moeten we een beetje onder controle houden. Het zijn wel de twee grootste concurrenten van KNAK Roeselaar, Asselineck en Mazeik. Kruipt dat dan stilaan in de kopjes dat het nu in de playoffs plots niet meer lukt? Gewoon in de kopjes, ik denk het niet. We aanvaarden wel dat het een ander soort play-off is dan vorig jaar. Iedereen wint van iedereen, iedereen verliest van iedereen. Dat is nogmaals bewezen de laatste twee competitiedagen. We moeten daarmee leren leven. Dat kan alleen maar mooi zijn voor de sport. Maar het is wel tijd dat wij zeker zijn van de finale. Daar streven we toch naar. Dank u wel.